Nou jongens, dit kan ik ook nog even doen. Ja, koken en interviewen. Hey, geweldig dat jullie met mij mee zijn geweest voor de zoveelste keer. Pim, jij voor het eerst. Korte reactie. Geweldig, schitterend. Echt, eigenlijk geen woorden voor. Paradijs hier. Nou, maar wat is er dan echt een paradijs? Hey, we hebben gekookt, we hebben enorm lekker gedronken, vandaar die zonnebril. Hey. Geef eens een echte quote dat je echt zegt van, hey, wat was er nou zo top? Wat is er nou zo bijzonder aan dit soort events? Toch met andere mensen, ook van, uit deze kokswereld, samenwerken in dit zonnetje. Ja, gewoon geweldig. Hey, maar ja, je kan zien dat dit soort antwoorden een beetje zijn voor iemand die behoorlijk heeft doorgezakt. Hè? Luister, voor jou de allereerste keer hè, dat je met me mee bent geweest. Er gaan er nog vele volgen, zoals je weet. Dit soort events hebben gewoon een heel breed karakter. Hè? Als je nou echt iets ziet, maar ook gezien hebt hier in de keuken hè, bij Hans Neuner. Wat vond je dan echt wat jou aanspreekt? Waar wij in onze eigen zaak weer wat mee kunnen doen? Of waar je in je hele loop van je carrière wat mee kunt doen? De organisatie wat hier komt bij kijken. De planning, de mens, de handelingen. Het is gewoon zo fantastisch geregeld allemaal. Zo mooi om te zien. Dat neem ik wel echt mee, ja. Leuk. Hey Robert. Ja, jij bent wat dat betreft de lucky bastard, dat je al jaren met mij mee mag gaan. Zelfs de laatste jaar iets meer dan Ewout. Hey, wat was voor jou deze twee dagen hier, wat heeft het voor jou weer toegevoegd? En wat heeft het ons als team weer gebracht? Ja, dat je goed samenwerkt met elkaar en dat je ook weer kan leren van de andere mensen waar je mee samenwerkt uit een ander land. En dat je daar toch ook wel weer meer vrienden maakt. Dat je ook connecties hebt, doordat je vaker meegaat met u ook naar verschillende plekken. En die dan ook weer hier zijn, zeg maar. Dat je die dan ook weer ziet. Dat is dan wel weer grappig. Zodoende kom je denk ik ook weer verder in het netwerk. Ja. Hey, de laatste keer zijn we natuurlijk met z'n tweeën in Salzburg geweest, bij die Icarus. Wat is nou het verschil, met even los dat we nu midden in de zee staan, ten opzichte van hier en daar? Dat daar veel meer mensen zijn, dat daar de organisatie nog groter is eigenlijk in de keuken en in de bediening. Dat je daar alleen al met 30 koks staat en dat je daar alleen maar wat voordoet en dan hun doen het na. En hier moet je toch wel samen doen met die anderen, zeg maar. Was dat ook niet fantastisch, hè, jongens, dat we dat helpen bij elkaar, dat internationale gevoel. Hey Ewout, 10 jaar werkzaam bij mij, ja, hart en nieren zijn we wat dat betreft wel een beetje verliefd op elkaar. Soms mindere periodes, maar over het algemeen heel veel leuke periodes. Dit is weer zo'n momentje, ja, zo'n heerlijk weekendje. Toch ook blijft het iedere keer weer spannend, denk ik. Was ook gisteravond wel te merken. Hoe heb jij het ervaren van gisteravond? Nou, het is inderdaad de eerste keer dat we hier zijn. We zijn op zich wel een klein beetje beginnen doorgewinterd te raken met het koken op internationale basis. Toch, wat je zegt, ook wederom spannend, maar het is gewoon... Ja, het is fantastisch als je ergens in een vreemde zaak komt en dat het eigenlijk allemaal zo vloeiend en automatisch gaat, puur omdat iedereen die eigenlijk met zijn event bezig is dezelfde insteek heeft. Dat is gewoon de gasten en de mensen verwennen en een visitekaartje afgeven van Hans Neuner en van restaurant De Leest. En dat iedereen zijn ego opzij zet en gewoon iedereen het beste beentje voortzet. En ja, iedereen helpt elkaar en het was gewoon weer eigenlijk wat mij betreft en wat ons betreft ook gewoon weer een super fantastische, unieke ervaring. Ja. Hey, nou zijn jullie ook een beetje de jeugd, de toekomst van Facebook, Twitter. Hè? Veel mooie plaatjes zien. Dit gaat toch qua gevoel? Robert? Nou, wel een stukje verder. Ja? Ja. Maar kom, omschrijf dat gevoel nou eens. Omschrijf het gevoel? Ja, heel veel champagne, waanzinnig. Ja, weet je nu eigenlijk wat... Ja, het is gewoon een heel erg goed gevoel en vooral dat je ook samenwerken met andere collega's, daardoor dat pak je zo maar niet even af. En dat je dan nog op de maandag nog even op het strand kan liggen, dat is helemaal perfect. Ja. Hey Pim, voor jou de eerste keer, als je nou tegen de Nederlandse collega's van jouw leeftijdsgenoten, tussen de 20 en 25, en daarbij ga ik ook nog even een alibi verschaffen voor je, hè, want je spijbelt officieel vandaag van school. Hè? 13 mei, dus aan de leraar van Pim, hij is echt in Portugal. Hey, wat zou je tegen al die collega's willen zeggen? Ja,
doe het ook. Als je de kans krijgt, meegaan. Dit is zo'n unieke ervaring. Zo geweldig. Nogmaals, de samenwerking van iedereen. Iedereen die dezelfde instelling heeft, elkaar helpen. Een mooi servies draaien. Het is gewoon geen woorden voor. Echt het mooiste wat ik gedaan heb in mijn leven, tot nu toe. Nou, dat is toch leuk. Hey Ewout, ik sluit met jou af. Zoals je weet, toch nog even stiekem bij Villa Gioia geweest op pas. Helaas, maar niet helaas, ook weer een paar gerechtjes gegeten. Jij mag het zeggen, waar zijn we binnenkort? Ah, Villa Gioia sowieso. We zijn binnenkort in Zilt. In Duitsland hebben we nog in de planning, ook in november. Ik ken je langer dan vandaag. Je zal vast nog een paar dingen in je koksbuis hebben opgerold als verrassingen wat we nog meer gaan doen. Ik laat het gewoon allemaal op me afkomen en het wordt gewoon wederom een fantastisch feest. Hey jongens, ik kan niet anders zeggen dan bedankt voor jullie enorme steun, toeverlaat, enorme gezelligheid en productiviteit. Dit was live Mis het Horeca vanuit Porges Albufeira, Portugal. Dank je.